De toekomst van de windenergie in Nederland zie ik als volgt. Naast andere vormen van duurzame brandstofwinning is het absoluut noodzakelijk dat windenergie ook verder ontwikkeld wordt. Er is echt een einde gekomen aan het tijdperk van de fossiele brandstofwinning. Als burgemeester van de gemeente Eemsmond in het gaswinningsgebied weet ik dat als geen ander. Voor mij is het ook geen vraag, gaat het gebeuren? Hooguit, wanneer gaat het gebeuren? Nou, en daar moet nog veel voor gedaan worden. Dat heeft te maken met bewustwording van mensen. Het heeft ook te maken met de mogelijkheden tot onderzoek, opslag van de energie die opgewekt wordt, maar die niet direct toepasbaar is. Dus dat vergt ook nog van de wetenschap veel ontwikkeling. En naast andere vormen van duurzame brandstofwisseling kan het niet anders als dat wij in goede samenspraak met de bevolking op die plekken waar het mogelijk is, waar het kan, die windenergie, dat zullen wij meer moeten bevorderen. Waar het ook om gaat is dat natuurlijk heel goed gekeken moet worden ook naar de offshore mogelijkheden. Natuurlijk, ik weet het, ook daar zijn kanten aan die niet altijd even fijn als prettig ervaren wordt. Maar als je dat op een goede manier inpast, dan ben ik ervan overtuigd, gecombineerd met nieuwe technieken, dat dat de toekomst van ons land is in het kader van de energieopwekking. De gemeente Eemsmond zal onverkort inzetten op het plaatsen van windmolens op die plekken waar het kan. En dat moet gecombineerd worden dus ook met andere takken van sport als het gaat om onze Eemshaven. Daar zijn met name de windmolens. Wij willen geen solitaire windmolens. Dat vinden we een afbreuk doen aan ons gebied, ook aan het woongenoot. Wij groeperen dat met name op het industrieterrein in de Eemshaven. Nou, ik ben lokaal bestuurder en ik weet dat als je iets wilt, dat je niet top-down moet gaan handelen. Je moet altijd eerst draagvlak winnen. Uitleg, meenemen in het proces, zeggen wat je wilt, ook kijken of er win-win situaties kunnen komen. Dat is volgens mij, als je wat wilt organiseren, zijn dat de sleutelwoorden. Nou, ik kom er zeker zelf naartoe. Ik praat graag mee. Dat hoort ook bij bestuurders. Ik leg ook graag uit. En ik vind het van ongelooflijk belang, want die transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen, daar ben ik een groot voorstander van. Dat is de toekomst voor ons allemaal, voor ons land en voor de burgers.